Oké, jongens, we gaan beginnen met de Q&A over The Afterman. Goed. Rob, The Afterman viert zijn 25e verjaardag. Brengt een nieuwe DVD uit. Hoe hou je zoiets up-to-date? Hoe zorg je ervoor dat een uitgave van een nieuwe DVD nog relevant is nu in 2010? Ja, omdat het thema achter een atoomoorlog of achter een ramp, een grote chemische ramp of aardopwarming, blijft altijd actueel. In 1985 was dat de angst voor een atoomoorlog. Nu is het de angst voor de aardopwarming. Dus uiteindelijk blijft het actueel, het thema. Ok, on peut introduire peut-être les deux personnages de ce soir. On a avec nous Rob Van Eyck, réalisateur, et Jacques Verbiest, acteur dans un véritable film culte flamand qui a roulé pendant, je ne sais pas, où Velvec et Décascope pendant des semaines au Décascope à Gand. Au Décascope, 8 semaines. 8 weken, dus dat was een echt culte phénomène. En donc ce film-là est maintenant, dès aujourd'hui, distribué en Belgique en DVD dans une édition spéciale. Donc c'est une occasion de redécouvrir un classique de film flamand, dans tous les sens, on peut dire. Oui, c'est pas vraiment flamand parce qu'il n'y a pas de dialogue, alors c'est universel. Ja, ik herinner me nog goed. Ik sprak er net over de tijd in de Décascope, dat het een waar fenomeen was. Ik was toen 15, 16 jaar in die periode. We kwamen net van Mad Max, we kwamen van Escape from New York. En dat zat eigenlijk in dezelfde stijl. En dat kwam dan van. En is het met die films in gedachten dat u het geld hebt kunnen bij elkaar krijgen om die film te maken? Ja, hoe moet ik zeggen, dat was een beetje avontuur. En we hebben geluk gehad, de mooie vrouwen die in die film komen. Daar was dus een vrouw bij die per se wilde meespelen. En die kende nogal veel fabrikanten en mensen uit de zakenwereld. En die heeft ervoor gezorgd dat we redelijk wat sponsoring kregen. Maar de film heeft uiteindelijk, ik denk, 75.000 euro gekost. Zoiets, ja. Wat dat heel weinig is. Maar we hebben het er wel. Dat is ook speciaal aan de film. We hebben het er een jaar aan gewerkt. Wij draaiden alleen maar in de weekends. En daarom is in de film ook, men krijgt lente, herfst, zomer en winter. Dus dat maakt het ook wel qua decor wel apart. Maar we hebben dus met sponsoring en dan ook eigen geld. De acteurs werden niet betaald, wel goed eten. Je werd niet betaald. Nog altijd niet. Nee. Ja, ik zie het. Je zit hier met cola. Vraagje voor Jacques. Jacques, word je na 25 jaar nog altijd aangesproken over de film? En zijn de reacties veranderd doorheen de jaren? Krijg je nu andere reacties dan je toen kreeg? Wow. Ja, soms zeggen ze nog altijd de Afterman tegen mij. Maar dat is nog. Dat begint toch stilletjes weg te. Zullen we eens kunnen terugkomen? Hè? Ja. Ja, maar dat is ook. De film is ook zo eigenlijk uitzonderlijk, omdat in die periode. Ik weet de naam niet meer, maar een nogal gerenommeerd Brits filmcriticus had gezegd: in België maken ze maar 3 soorten films: geriatrische comedies, Gaston en Leo, de boerenfilms. En een historisch drama zoals Het Leven van Vlaanderen. En dan had je The Afterman, wat iets totaal, maar dan ook totaal anders was. Dat is een heel andere film. Dat is het ghetto in dit jaar, de 80-jaren films. Hè. Je had daar de horrorfilms van de jaren 80 daar. Die paste daarbij, hè, want veel mensen. Die dachten, The Afterman, dat geen Vlaamse film was, dat dat een Engelse film was, maar niet in gesproken. Omdat de acteurs en de actrices in de film hadden een internationale uitstraling. Dat is waar, want
Hij is over de ganse wereld gegaan. Hè? Zelf in Rusland kun je hem vinden. Ja. Maar dit is wel... De Japanners bijvoorbeeld, die waren door de figuur van Jacques geweldig aangesproken. Omdat Jacques dus een type is dat... De samurai. Samurai. Ik had een lange baard toen, hè? De samurai-type. En dan had je dan die blonde vrouwen, dat contrast. Hè? En dan dacht ik, ja, dat viel. Ja. Dan heb ik er misschien ondertussen toch nog één voorop over Blue Belgium. Yes. Wat toch ook wel een heel vreemde film was. Ik vond dat daar heel fascinerende elementen in zaten. En dan op andere momenten dacht je, wat ben ik hier toch naar aan het kijken? Hoe is dat project? Hoe ben je daarop gekomen? En heb je daar geen problemen mee gehad? Met Blue Belgium, de Dutroux-affaire, heb ik... Dat is de enige film waar ik in feite doodsbedreiging gehad heb. Dus men stelde ook de vraag bij Afterman 2, Bin Laden, Rob, heb je geen bang dat Al-Qaeda... Ik zeg, nu ga je toch niet denken dat Al-Qaeda naar Zichem gaat komen, zeg. maar met die Blue Belgium was wel wat anders. Maar ja, uiteindelijk, we hebben dat gedraaid. Een industrieel uit de Vlaanderen heeft dat meeste financieerd. Omdat hij vond dat dat moest gedraaid worden. De netwerken achter dat affaire Dutroux. Want in feite gaat die film over Nioul. En wie dat allemaal opdrachten geeft voor die moorden en zo. Ook een beetje roze balletten erin. Ik weet niet of je de film Ik heb de film gezien met die jachtpartijen op die meisjes en zo. Jachtpartijen. Dus ja, uiteindelijk... Kinepolis durfde de film niet geven. Omdat ze dachten dat de ouders van de kinderen nog tegen de film waren. Achteraf bleek dat Marshall bijvoorbeeld wel achter die affaire stond, achter die film stond. Maar toen was het voorbij, ze hebben het hem dus niet gespeeld. Dan is hem door Paradiso uitgebracht op VHS. Is op DVD uitgekomen, ja. En dat heeft redelijk veel gedaan. Ja, nu misschien dat Zeno hem nog eens op DVD uitbrengt. Dat zou zeker een goed idee zijn, denk ik. Hè? Maar ik heb daar wel een beetje een probleem mee gehad. En bij de procureur en zo, je kent dat allemaal, die zeven. En dan moeten vragen ze, waar heb je die inlichtingen gehaald en zo. Hè? Maar ja, we zijn dat gewoon van bij de procureur en bij een onderzoeksrechter te komen. Als je in België filmt, heb je altijd zoiets voor. Hè? Als je zo'n film maakt, hoe waarheidsgetrouw probeer je dan te zijn? Als je zo'n film maakt, hoe waarheidsgetrouw probeer je dan te zijn? Welke delen van de werkelijkheid probeer je zeker zo duidelijk mogelijk weer te geven? Wel ja, maar je zit dan ook... Wat is de waarheid? Iedereen vertelt dan zijn waarheid. Hè? Dus bijvoorbeeld de journalist van de Morgen, die stond ook achter netwerken. Dat waren Duitse journalisten die er ook achter stonden. Maar dan de meerderheid van de Belgische pers vond dat dus lijkenpikkerij. Franstalige pers, Le Soir en zo. Maar dat was niet mijn bedoeling, want ik heb ook geen kinderen in de film gebracht. Alleen symbolisch ergens. Maar voor de rest waren dat jonge vrouwen. Waren dat vrouwen die uit Tsjechoslowakije kwamen, uit Polen kwamen. En dan Anne en Eefje in feite. Alleen ze waren met drie. Dus maar, wat is de waarheid in dat geval? Natuurlijk, als je het eind van Blue Belgium ziet, het einde... Dan zie je dus dat de grote bandiet van het spel, dat die eerste minister wordt van België. En dan, dat is wel een steek op het systeem. Dat zo'n man kan eerste minister worden. Maar dat is nu eenmaal België. Wie wordt er allemaal minister? Oké, we wensen jullie in ieder geval nog veel succes met de rest van jullie carrière. In ieder geval bedankt om vanavond op dit toch al late uur nog langs te komen. We zijn nachtraven. Dus dan zit hier op het goede adres. Dus dan leur een bonne ronde d'applaus voor les deux enfants terribles de cinéma belge. En ook niet vergeten dat de DVD hier te koop is. Ferme applaus. Merci. Dank u.